Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Job. En Job, die heeft zijn innerlijke vlammetje gevonden. Job, die is bezig om sterker te worden. En die vraagt zich af, Raymond, is het niet beter om ass to the grass te squatten in plaats van, tussen haakjes, de normale squat uit te voeren, de normale powerlift squat? Want als je ass to the grass squat, gebruik je meer bewegingsuitslag, een grotere range of motion. Je gebruikt de hele lengte van de spier. En Job, leuke vraag, interessante vraag. Ik krijg nog wel eens commentaar op mijn squatdiepte. Je moet ass to the grass squatten, want dat weet ik veel. Gebruik volledige lengte van de spier. Dat moet omdat het stoer is. Ik heb geen idee waarom dat zou moeten. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dit gaat geen hele vergelijkingsvideo worden van squatdieptes. Zoals jullie weten staat die video op mijn kanaal. Ik ga laten zien waarom je niet ass to the grass moet squatten. De reden dat ik dus niet ass to the grass squat is om deze reden. Ik wil gebruik maken van het stretch reflex. Ik squat naar beneden en mijn quadriceps, hamstrings, die rekken op, rekken op, rekken op. En op een juiste moment ga ik weer terug omhoog. En dan paf, kan ik een soort van stretch reflex, een soort van terugschietend elastiek kan ik gebruiken om weer omhoog te gaan. En wat dat stretch reflex eigenlijk is, er zitten in de uiteinden van je spieren, in je pezen, in je aanhechtingen, er zit een Golgi-apparaat. Dat noemen we zo een Golgi tendon organ, om heel precies te zijn als je dat op internet op wilt zoeken. En dat Golgi-apparaat, zoals we dat in het Nederlands noemen, dat meet de lengte van je spieren. En op het moment dat ik op dit moment bijvoorbeeld mijn arm strek, dan gaat op een gegeven moment, bij de laatste x aantal graden dat ik mijn arm kan strekken, gaat mijn bicep aan. En op het moment dat mijn arm strekt, dan zegt die bicep, ho Raymond, aanspannen, anders klapt mijn arm dubbel en de andere kant op en neemt mijn tricep al het werk over. Dus mijn bicep die gaat op dit moment strekken, 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 strekken en op een gegeven moment wap, slaat hij aan. Als ik dus aan het squatten ben en die quadriceps hamstring rekken uit, rekken uit, rekken uit, dan gaat op een gegeven moment, zegt je spier op ook, ho, dit is de maximale lengte, paf, terug. Neem dat maximale lengte niet al te letterlijk. Het is in de laatste x aantal centimeter. Als jij nu aan een gewichthefsport doet, dan is er een uitzondering. Ja, dan squat je ass to the grass om de simpele reden dat dit een oefening is in de clean. Dit kanaal gaat niet over olympisch gewichtheffen. Dit gaat over spiermassa en kracht. En op die manier zou ik adviseren om te squatten. Het tweede ding is dat als mensen ass to the grass squatten, heel veel mensen zijn niet flexibel genoeg. Powerlifters, bodybuilders, strongmans zijn meestal niet flexibel genoeg om heel diep te squatten. Wat er gebeurt is dat ze naar beneden squatten en heel die houding die klapt in één keer in elkaar. Vervolgens stuiteren ze een centimeter of 10 omhoog, moeten ze heel die houding gaan corrigeren en dan maken ze de squat af. Dat is geen juiste manier van squatten. Ook zit er verschil in een ass to the grass squat en een gecontroleerde ass to the grass squat. Er zijn soms mensen die ass to the grass squatten als een baksteen naar beneden vallen, hun billen klappen op hun kuiten, moeten allemaal rare capriolen uithalen om hun lichaam weer vlak te krijgen en dan omhoog te komen. Ja, ik overdramatiseer dit iets, maar dit is wel wat er gebeurt als je dit in slow motion afspeelt en het is gewoon zonde en compleet onnodig. Dus Job, als jij lekker wilt squatten voor kracht, rem jezelf gewoon af. Ook al train je voor spiermassa, rem jezelf af. Kom net onder parallel. Ga hem rustig en beheerst, hoppakee, weer omhoog. Voor dit interessante video, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totestrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.